Beste leerlingen, vandaag gaan we het hebben over de tijd van de wereldoorlogen. Hashtag oorlog en crisis. Hashtag fin. Oftewel einde. De tijd van de wereldoorlog. Einde van de oorlog. Daarover gaan we het hebben. Nou, het einde van de oorlog, wat betekende dat? Hoe eindigde de Eerste Wereldoorlog? Moeten we eerst even repetition herhalen. Het werd een éénfrontoorlog frontoorlog voor Duitsland. Maar Duitsland werd geblokkeerd. Blokkeo, Duitse haf. Ja. En alle voorraden, al het eten, alle wapens, alle olie, die onder andere uit Zuid-Amerika werd gehaald, kon, Zuid kon Duitsland niet binnenkomen. Duitsland kreeg grote scarsen dat, scarse dat grandi. Ja. En er kwam dit gebeurde: er. Amerika begon mee te doen met de oorlog. Ja, april 1917. Dat is een grote, groot keerpunt, een punto decisivo importante. Een keerpunt, turning point in de oorlog. En 11 november 1918, Duitsland geeft zich over. Oftewel, in Papemento, denk ik, 11 november 1918, Alemania entrega. Entrega nan, misschien zelfs. Dat uh, weten jullie beter. Duitsland geeft zich over. Eerst een aantal dingen die we over de Duitse oorlog kunnen zeggen. En over de Franse oorlog en de oorlog van de Engelsen. Alle oorlogen die alle mensen die meededen. Het werd een totale oorlog. De hele samenleving deed mee. Bijvoorbeeld de vrouwen deden ook mee. Want terwijl de mannen aan het vechten waren, moesten de vrouwen werken in de fabrieken. En wapens maken. Dat zie je aan deze foto. Alle koloniën deden ook mee. Dat zie je prachtig aan deze foto. En hun sergeant, die je meer... Daar zit de sergeant, dat zijn Indiaanse soldaten, Gurkha's genoemd. En de Indiaanse soldaten vochten ook mee op het Westfront tegen Duitsland. Want India was een kolonie van Engeland. En zo vochten de kolonies van Frankrijk ook mee. En de kolonies van Duitsland hielpen ook mee. En Gaza maar door. Propaganda. Nou, er werd heel veel reclame gemaakt voor het eigen land. Uit een gevoel voor nationalisme dat deed men via de radio die in 1900 was uitgevonden, ja, die zag ongeveer zo uit, en men deed aan propaganda via prachtige propagandaposters. en daar is dit een hele bekende van: I want you to join your country's army. Dit is Lord Kitchener en dat was de minister van uh, het leger. Lord Kitchener had zo'n prachtige druipsnor, zo, hè, zo dat ik een beetje ook heb. Ja. en dit soort posters werden Overal opgehangen, overal radioprogrammas gemaakt om mensen warm te maken voor de oorlog. Dus dat was de eerste keer in de Europese geschiedenis dat het zo gebeurde, ja? Nou, ik hoop je hiermee uh, wat duidelijk te hebben gemaakt over het einde van de oorlog en hoe dat verliep. In het volgende filmpje ga ik het hebben over het Verdrag van Versailles en hierna volgen nog een aantal pregunten aan over het einde van de oorlog. Ja, dus ik hoop dat je hiervan veel hebt opgestoken, De beste leerlingen van AVO3. En het volgende filmpje gaat dus over Versailles.